Wiegen is niet blij met de plannen van de gemeente voor duurzame energie. Tijdens een bewonersavond uiten ze hun zorgen. Woensdagavond was er in Bergharen een bewonersavond voor inwoners uit de gemeente Wiegen. Wiegen gaat een nieuw beleid maken voor duurzame energie, waarbij er meerdere windturbines geplaatst zullen worden in de gemeente. Inwoners van Bergharen zijn hier niet blij mee en zijn bang veel overlast te zullen ervaren. We zijn niet helemaal gelukkig met de windturbines op deze plaats, omdat ze mega groot zijn, heel erg hoog en heel groot impact geven in de buurt en de omgeving. Dus wij willen ze eigenlijk liever niet voor onze rust en voor onze gemoed. Bewoners geven aan te willen weten wat er speelt, maar wel kritisch te blijven kijken. Het is wel een voorgeprogrammeerd programma met briefjes en zo, dus ik weet niet hoe sturend het is. We zijn lid van de werkgroep Energierijk Zuid in Wiegen Zuid. Om de energietransitie te ondersteunen voor de bewoners. En we willen gewoon weten wat er speelt in de gemeente. Dus ik hoop in ieder geval dat ik hier genoeg wat kennis op kan doen waar ik wat mee kan. Toch voelt niet iedereen zich serieus genomen door de gemeente. Eén bewoner gaf aan dat de vorige ervaringen met de inbreng van burgers niet erg positief was. Uiteindelijk zijn het procedures die beslissen en niet inhoudelijke argumenten. En die proberen we wel naar voren te brengen. Het heeft geen zin, hè? Er is geen sprake van inspraak, alleen maar van het verstrekken van mededelingen. En de uitslag is al bekend. Dat is dat de gemeente Wiegen denkt dat er binnen de gemeentegrenzen windmolens moeten komen. Lijkt mij dat de gemeente Wiegen dermate dicht bevolkt en dicht bebouwd is, dat er helemaal geen windmolens kunnen staan. Dus ik zou zeggen, laten we eerst eens even gaan kijken, kunnen er überhaupt windmolens komen? En mijn voorspelbare antwoord is, dat zal niet kunnen als je rekening houdt met de inwoners van Wiegen. Je hebt vanuit het meronderzoek milieueffectrapportage, zeg maar een onafhankelijk milieuonderzoek, zijn er een aantal plekken in Wiegen gevonden waar mogelijk windenergie kan landen. En wij willen daar zelf een oordeel over vellen. En daar willen we onze inwoners voor raadplegen. Iedere gemeente moet zijn verantwoordelijkheid nemen. In de regio Arnhem-Nijmegen is er dus een onafhankelijk milieuonderzoek gedaan. Elke gemeente is daarbij bekeken. En in Wiegen kwamen er een aantal plekken uit. Dus moet ik voor Wiegen kijken. En ik weet dat Druten kijkt voor Druten en Heumen kijkt voor Heumen. En Beuningen had al goed gekeken. Dus ja, zo werkt het. Ik denk dat er toch wel een jaartje of 5, 6 inmiddels over gesproken wordt. Weer serieus over gesproken wordt in de gemeente Wiegen. Er zijn ook nog niet meer dan plannen of voornemens om hier windmolens neer te zetten. Nou, de plan is dat er nu een A50 wordt gepland. En A50, dat is eigenlijk die kant bij Herne-Niftrik. Daar willen ze 5, 6 turbines plaatsen van 270, 280 meter hoog. En dat is mega groot. De bouw van 7 duurzame woningen aan de Einsteinstraat in Nijmegen is in volle gang. De woningen liggen op een unieke locatie, namelijk tussen 2 straten in. Het hoogste punt in de bouw is inmiddels bereikt en dat moet gevierd worden. We vieren vandaag het hoogste punt van 7 woningen. Een nieuwbouwproject hier in Nijmegen bij de Einsteinstraat. Dat is een plek waar eerst een kwekerij was. En dat nu omgevormd is tot een woonerf met 7 woningen. En de woningen zelf die zijn helemaal van hout. En alle materialen die gebruikt zijn, bijna alle materialen, die zijn van hernieuwbare grondstoffen. Dus isolatie is van vlas. De begane grond of de verdiepingsvloer die is van hout, van CLT-hout. En zoveel mogelijk materialen die uit de natuur komen en die je weer kan gebruiken. Wethouder Noël van Gunst boorde de laatste vlag vast aan de huizen en daarmee was het hoogste punt officieel bereikt. Ook hij is positief over het duurzame project. Ja, dat past heel erg bij een stad als Nijmegen. Dus je hebt heel veel mensen die aandacht willen hebben voor hun omgeving, voor de natuur. En ook begrijpen dat je daar heel respectvol mee om moet gaan. En dat vraagt echt een andere manier van bouwen en een andere manier van leven en wonen. Dat past helemaal bij onze stad. Dus mooi dat dit initiatief is gestart. En ik denk dat de mensen die hier straks gaan wonen echt op een hele prettige manier hier kunnen leven. De aanstaande bewoners konden voor het eerst hun huis in en konden hun geluk niet op. Ik ben helemaal super blij. Het is geweldig. Het ziet er zo mooi uit. Je hebt het allemaal op tekening gezien. Maar nou, om het in het echt te zien is echt fantastisch.
Nou, we vinden het erg leuk. We zijn, ja, eigenlijk op papier hebben we besloten om dit huis te willen kopen. Maar vooral ook omdat het biobased was met een mooie binnentuin en op hout, houtskeletbouw. En we zijn erg tevreden nu we eindelijk naar binnen mochten na lange tijd wachten. Ik vind het ook hartstikke mooi. Ik ben er echt super blij mee. Ook dat je die kans krijgt gewoon in de stad dat je in zo'n hofje kunt wonen met 7 huizen en met zo'n prachtige binnentuin. En het huis is eigenlijk wat ik ervan had verwacht, dus dat is wel heel fijn. Ja. De bewoners namen alleen geen genoegen met de huidige straatnaam. Wij zouden eigenlijk Eindseinstraat, ik weet niet, A, B, C, D, E, F, G worden. En dat vonden we eigenlijk niks, omdat we toch een eigen hof zijn volgens ons. Dus we hebben gekeken naar een vrouwelijke wetenschapper, want dit is de wetenschappersbuurt. En dan gaat het Maria Telkeshof, Telkeshof heten. Maria Telkeshof. In een woonwijk in Elst hebben afgelopen nacht 5 auto's tegelijkertijd in brand gestaan. Door de hitte van de Vlammenzee zijn ook de ramen en voordeuren van enkele woningen gebarsten. Rond 3 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd en ze zijn de nodige tijd bezig geweest om het vuur volledig te blussen. In totaal hebben 5 auto's in brand gestaan en zijn er nog eens 2 auto's beschadigd geraakt door aanstraling. Alles wijst erop dat er sprake is van brandstichting. De politie is een onderzoek gestart. Gisteren zag je in onze uitzending dat er in Bergendal onvrede heerst over een nieuwe zendmast die midden in een woonwijk moet komen. Bewoners zijn er niet blij mee, maar toch zijn de plannen al in werking gezet. Wethouder Alex ten Westereind van de gemeente Bergendal zegt hier vandaag het volgende over. Ik weet niet of er überhaupt iets mis is gegaan, want er is natuurlijk een bestaande situatie. Er staat een zendmast en er is een vergunning aangevraagd om een bestaande zendmast te mogen vervangen. Dat is inderdaad wel een ander type, maar uiteindelijk blijft er een zendmast. Die wordt wat hoger, de oude is 26,8 meter, de nieuwe wordt 30 meter, dat is wat hoger. Maar het is wel een ideaal punt om het hele dekkingsgebied, het is toch wat heuvelachtig landschap daar, om een goed dekkingsgebied te krijgen. En er is ervoor gekozen om hem dus 1-op-1 te vervangen, weliswaar met een ander soort mast. Maar in principe komt er een mast voor een mast, dat is wel de situatie die ontstaat. 3 mannen, waaronder een man van 40 uit Ruten, zijn veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf wegens hun betrokkenheid bij het opzetten van een drugslab in een loods in Wijchen. De rechter kan niet bewijzen dat ze drugs hebben gemaakt, maar acht ze wel schuldig aan het voorbereiden van de productie van amfetamine. De mannen krijgen een gevangenisstraf van 15 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Daarnaast moeten ze ieder een bedrag van ruim €8500 betalen. Dit zijn de kosten die de staat heeft gemaakt voor het opruimen van het drugslab. Leerplichtambtenaren in de gemeente Druten hebben afgelopen schooljaar bijna 22% meer zaken van schoolverzuim behandeld. De gemeente schrijft de forse stijging deels toe aan verbeterde registratie. Maar er was ook sprake van ernstig verzuim onder leerplichtige Oekraïense vluchtelingen. Ook zouden veel leerlingen nog kampen met naweeën van de coronamaatregelen. 1 leerplichtige werd doorverwezen naar bureau Halt. Daar wordt een straf op maat opgelegd, zonder dat de jongere een strafblad krijgt. Bij 2 verzuimgevallen werd proces verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie bepaalt dan welke strafmaatregel er volgt. Er staat een klassieke Amerikaanse schoolbus in de Bredestraat in Nijmegen. Hij is alleen niet bedoeld om kinderen mee naar school te brengen. Maar in plaats daarvan kun je in deze bus lunchen en een kopje koffie drinken. Mirjam Jongerius heeft dit mobiele koffiehuis gerealiseerd en laat daarmee een droom werkelijkheid worden. Nou, het bijzondere aan dit restaurantje is dat het in een schoolbus is, een Amerikaanse schoolbus. Dus dat bestaat nog niet echt. Nou, toen ik 12 was, toen hadden mijn overburen een Engelse dubbeldekkerbus. In één keer voor hun, die hadden allemaal van die gekke dingen, maar in één keer een Engelse dubbeldekkerbus. En daar zaten al tafels en stoelen in, dus ik zei, nou pap, koop die bus maar van mij. Want ik ga daar een restaurant in beginnen. En toen zei mijn vader, ga eerst maar je middelbare school afmaken en je basisschool nog. En toen is er eigenlijk altijd in mijn hoofd blijven hangen van, dat is echt gaaf om een restaurant in een bus te hebben. En toen ben ik wel zelf een pannenkoekenrestaurant begonnen en heb ik 12 jaar gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, maar ik had nog eigenlijk een droom en dat was dit. En nou is het gelukt. Het koffiehuis staat in de voortuin van het complex Sancta Maria. Zij zorgde dus voor een locatie en dat blijkt een perfecte match.
Ja, dit is echt een pilot wat een beetje spontaan is ontstaan, omdat ik hier een plek zocht bij Santa Maria in Nijmegen. En dat ik met de mensen die hier aan het werk zijn, met Christa, zei van, goh, waarom gaan we niet hier alvast wat doen? Die vroegen mij, ja, wat zou je eigenlijk echt willen? Ik zei, ja, ik zou wel graag een koffiebar willen hebben. Even zo, om te kijken hoe dat gaat. En toen zijn we dat gaan doen. Fantastisch. Ik vind het alleen al leuk dat hij hier in de voortuin staat bij Santa Maria natuurlijk. En ik vind het heel leuk voor de bewoners en de kantoren en de wijk hier. Iedereen die stroomt hier een beetje binnen. Mirjam is een vrouw die goed meedenkt in dat wat er hier in Santa Maria gebeurt. En heeft een heel mooi concept hier staan natuurlijk. En het is voor de wijk en voor de bewoners leuk om hier elkaar te ontmoeten. En daar gaat het bij Santa Maria natuurlijk ook om. Dus Mirjam past perfect wat dat betreft bij ons. Ja. Mirjam is dan ook erg blij met hoe het tot nu toe gaat. Dus en eigenlijk was het meer zo van, nou, we zullen wel zien. En het is echt, ik heb de deuren open gedaan en het is nu regenachtig weer. En ik heb nu al gasten en zo, dus het is echt wel, ja, een hele bijzondere plek. Ook in Hees, in Nijmegen, daar is blijkbaar niet heel veel horeca. En mensen zeggen echt, oh, het is zo fijn dat jij er bent. Tof, weet je, leuk dat je er bent. Dus het lijkt wel alsof het een groot succes is, ja. En dan kijken we weer even naar de sociale media. Wijkagenten West-Maas en Waal melden een heterdaadje rondom diefstal van materialen in Dreumel. Oplettende burgers hadden het voertuig van de verdachte klem gezet en hielden één verdachte staande. Uiteindelijk zijn er 3 verdachten aangehouden, maar de politie benadrukt nog eens dat men verdachte situaties altijd moet melden. Gemeente Mook en Middelaar kondigt wegwerkzaamheden aan. Van 2 tot en met 10 april wordt asfaltonderhoud uitgevoerd aan de N271 Rotonde Mook. Daarnaast zal de gemeente ook de werkzaamheden uitvoeren aan het kunstwerk op de rotonde. En we blijven nog even in Mook en Middelaar. Want de gemeente laat ook weten dat de Maas Cleanup wederom een groot succes was. Afgelopen weekend hebben vele vrijwilligers zich weer ingezet om de oevers van de Maas en de zijrivieren weer afvalvrij te maken. Wethouder Rodu laat weten trots te zijn op de vrijwilligers. Na een wisselvallige dag houden we vanavond nog een kleine kans op een bui. Maar richting de nacht zal het opklaren en langere tijd droog blijven. Morgen start de dag met wat lichte regen of motregen, maar daarna blijft het in de middag droog en laat de zon zich geregeld even zien. Het wordt daarbij zo'n 15 graden. De zaterdag is nog wat onzeker, maar de kans dat we het droog houden is het grootst. De temperatuur loopt in ieder geval op naar zo'n 17 graden. Maar mochten de weergoden ons gunstig gestemd zijn, kan het in deze regio zelf tegen de 20 graden worden. Het blijft even afwachten. Voor de paasdagen zijn de verwachtingen iets duidelijker. Eerste paasdag verloopt zacht en droog en de tweede vooral fris en nat. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 28 maart. Voor het laatste nieuws uit jouw buurt kun je altijd terecht op onze nieuwswebsite rn7.nl. Morgen in het RN7 Regio Nieuws zie je onder meer hoe een zandkunstenaar in de Beuningse Kerk het paasverhaal op een bijzondere manier vertelt. Nu op RN7 is er weer een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. En wij zijn er morgen weer. Tot dan!